Nee, donderdag. Het is geen woensdag, het is donderdag. Ik ben wakker. Ik ben echt net wakker. Het is nu 18 minuten over 7. Het staat hier. En ik ben 10 over 7 wakker geworden. Dus dat betekent dat ik 8 minuten wakker ben. En in die 8 minuten heb ik me gewassen. En heb ik me aangekleed. Ik moet alleen mijn make-up resten nog extra goed weg gaan halen. Ik ga koffie zetten, jongens. Ik ben net wakker. En ik heb ervoor gekozen om vrij lang uit te slapen. Omdat ik toch wel heel erg slecht heb geslapen vannacht weer. En ik merk dat ik terug op stage ben. Want ik was van mijn verkoudheid af. Maar je ziet wat oudere zorg met zich meebrengt. Ik ben echt gelijk weer verkouden. Dus ja. Hopelijk kom ik daar gewoon lekker snel mogelijk vanaf. Ik ga mijn make-up restje even weghalen. Ik heb make-up meegenomen naar beneden. Ik heb geen zin om het boven te doen. Dus ik denk, ik kijk maar. Ik zet deze even een stukje open. Ik kan nog wat zien. Dus ik ga gaan met die doen. Goed, daar gaan we jongens en meisjes. Ik loop onderweg naar school toe. De kleding wil niet echt meewerken vandaag. Ik heb me ook een gele jas lekker aangedaan. Het staat totaal niet bij mijn trui, maar I don't care. Oh jongens, het is echt wennen om nu iets later op te gaan. Ik ben de hele week eigenlijk, ook terwijl ik ziek was, super vroeg uit bed gegaan. En ik heb vannacht op zich wel rot geslapen, maar ik heb wel kunnen slapen. Dus het is even wennen dat ik nu in één keer iets later de deur uit kan. Het is trouwens wel al gewoon licht om 6 uur, dat is wel gewoon lekker. Ik heb trouwens deze tas bij. Het is gewoon een grote shopper. Die heb ik volgens mij bij de Kruidvat vandaan. En ik dacht, weet je, ik ga niet moeilijk doen. Ik heb alles in mijn tas gegooid. Ik denk, ik zie wel hoe dit uitpakt. Ik heb op zich alles bij wat ik bij moest hebben vandaag. Dus we gaan lekker naar school. Ik ben alleen wel vergeten mijn drinken te pakken, mijn eten, maar het stagegeld is ook binnengekomen gisteren, dus geen probleem. Dan gaan we het halen op school. Maakt ook niet uit voor één keertje, toch? Oké. Pauze. De kantine zit er echt wel best wel heel erg vol. Ik heb een broodje gehaald, wat te drinken gehaald. En ja, wachten tot de pauze voorbij is en dan gaan we eigenlijk niks doen, want we hebben geen les. Dus we moeten nu 2 uur lang zitten. Daarna bij mentoruur doen we ook niks. En daarna is het tijd voor praktijklessen, maar dat heb ik al gedaan. Dus dat hoef ik ook niet. Dus ik ben eigenlijk gewoon een beetje zelf aan het rommelen op school vandaag. Ik doe niet zo heel erg veel, dus ik ga lekker mijn broodje eten. Ik heb fresh Fanta gehaald, want ik ben dus alles gewoon echt alles vergeten. En ik ga eventjes een breker nemen. Even lekker eten. Moet toch wat. Dus ja, dat gaan we doen. Goed, welkom bij een nieuw video avonturen met Kim in het bos. Oh jongens, dit is echt erg. We zijn foto's aan het namaken. Maar het wil niet echt lukken. Hoe het moet lukken. We willen namelijk deze foto nou maken, maar we hebben geen balkon. Dus proberen we het in een boom. Maar tot nu toe hebben we nog niet echt bomen gevonden waarin we kunnen gaan zitten. Dat gaat ze niet lukken. Gaat van mijn shit hier. Wat? Jij kiest ook een lekker plekje uit. Als ze nu naar beneden valt, val je recht in die shit. Oh. Hoe ga je zitten dan? Ja. Nu moet je nog draaien. Kijk deze, met hakken aan alles. Nou, zeg. Het is echt een tweede rij van mond. They wish and 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 on me. Yeah. I'll be moving calm, don't start trouble with me. Van, waar gaan we nu zitten? Daar! Bij die schuine boom! Ja. Oké. Nu snel deze foto maken. Dan kunnen we door met normale foto's. Oh. Oh.
gon' tell the story, it was different on me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, I feel good sometimes I don't, ayy. I finesse down Western Road, ayy. Might go down to G-O-D, ayy. I go hard on Southside G, yeah. I make sure that note's ID. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Okay, do my thing. Yeah. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry. I even got it tatted on me. Anyone? They bring the crashers to the party. And you know me. Goed, ik ben thuis, maar ik ga er ook weer gelijk vandoor. Ik heb namelijk net avond gegeten. Ik heb een heerlijke overschoten met broccoli en kip en aardappelpuree en kaas. En dat was zo lekker. Ik heb de helft nog over, dus dat eet ik morgen op. Maar ik vind hem open ook, want ik wil graag de foto's laten zien die we vandaag gemaakt hebben. En ze zijn zo erg leuk geworden. Ik heb onder andere, ik heb er trouwens gelijk eentje als achtergrond gedaan. Ik heb deze als achtergrond. Die vind ik echt mega leuk geworden. Het is avond, dus ik ben weer heel verkouden trouwens, mochten jullie het zien. Deze is genomen. En die vind ik heel erg vet. Tegen de tijd dat deze video online komt, dan staat deze video of foto waarschijnlijk als mijn profielfoto. Deze foto is gemaakt op de halfpipe. Superleuk. We hebben hele leuke grappige foto's gemaakt bij een bruggetje. Die is ook heel erg leuk. Wat hebben we nog meer? Zittende foto's op een bankje. Ook heel erg tof. De foto's zijn echt heel... Ik vind deze ook heel erg leuk geworden. Ik vind het echt hele leuke foto's geworden. Ik ben er heel erg blij mee. Dus die ga ik even van mijn opa en oma showen en even bijkletsen. En ja, dan ga ik daarna weer naar huis. Maar ik neem jullie wel mee, want ik heb nog niet zo heel erg veel gefilmd vandaag. Het is een eendaagse vlog vandaag, dus ik heb nog wat beeldmaterialen nodig. Tja, I know. Ik heb gisteren de video geëindigd. I know. Oh jongens, het is 1:15. Ik leg jullie even neer, want ik moet mijn schoen aan doen. Het is 1:15. Maar ik ben natuurlijk niet net wakker, al ziet het er zo uit. Ik ben vanmorgen 7:45 opgegaan. Met de instelling van, nou, ik voel me best uitgeslapen. Vanmorgen even bezoek gehad van mijn oom en zijn lieve kindjes. Die zijn even langs geweest. Ze moesten de kruiwagen ophalen en Kevin en Jesse zijn gelijk mee geweest, dus dat is wel gezellig. Ik was eigenlijk al vrij vroeg wakker. Ik had behoorlijk wat energie en ik had er wel zin in en ik voelde me prima en helemaal oké. Totdat ik vanmiddag gegeten had en ik echt bij mijn eigen dacht, oh, ik kan niet meer. Ik ben zo ontzettend moe. Ik heb net nog even een half uurtje gelegen, maar letterlijk echt een half uurtje nog geslapen. Ik was zo moe, ik denk, weet je, ik ga gewoon echt nog even liggen, want ik hou het anders niet vol. Ik heb avonddienst vandaag, dus ik heb mijn energie hard nodig. Maar om nou zo helemaal happy op te blijven, dat wordt hem echt niet. Dus ja, ik ben inmiddels weer terug aangekleed. Wat ik trouwens aan heb vandaag is gewoon vrij simpel. Een rood shirtje met lange mouwen, grijze broek en mijn roze schoentjes. En ja... Het is hartstikke zonnig vandaag, dus ik zou eigenlijk gewoon genoeg energie moeten hebben, maar... Oh, ik ben heel erg hangerig en heel erg moe. Ik doe nog een klein beetje concealer op. Ik denk dat ik dat
toch wel een klein beetje kan gebruiken naar dat slaapdipje. Oh jongens, ik ga zo eventjes nog gaan lunchen. Dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik zo richting mijn stage. En dan gaan we een avonddienstje draaien. En dan morgen ook een avonddienst. En dan heb ik zondag vrij. En dan gaan we de week erop gewoon weer lekker de hele week knallen. Oh, ik heb dat concealertje wel echt even nodig. Ik heb iets te veel. Oh jongens. Ik zou eigenlijk vandaag meerijden met mijn opa, maar dat ging even niet door. Dus ik ga zo gewoon lekker op de metro richting mijn stage. Hoe zit mijn oogmake-up? Prima. dus ja, dat is de planning die we zomaar gaan doen. Ik ga even gauw wat eten. Ik sloop hier de hele boel. Ik ga even gauw wat eten. Tas en alles is al ingepakt, dus ik ben al helemaal klaar. Mijn haar zit nu een beetje door de war omdat ik heb gelegen, maar dat zit zo wel weer helemaal oké. Okay. Ik ga mijn ding doen en dan gaan we naar stage. En dan gaan we lekker een avondje lopen. En dan morgenavond ook. Ik ben nog even YouTube-video's aan het kijken, maar komt helemaal goed. Even wat mascara op doen, dat had ik nog niet gedaan vandaag. En dan lucht op in de tas en gaan. Oh jongens. Het is 11:45. Ik ben net een half uurtje thuis. Pff, wat een werkdag. Avond. Het is avond. Geen dag. Maar echt, dat is zo'n zware dag. Even mijn make-up eraf halen. En dan ga ik lekker slapen. Ik heb alweer genoeg gedaan voor vandaag. Ik ben nog helemaal omgekleed, dus. Slaap lekker. Oh, goedemorgen jongens. Zoals jullie kunnen zien. Ik ben gisteren naar de kapper geweest. Het is allemaal weer lekker kort. Het is even anders dan dat ik normaal heb. Deze kant is wat langer. Deze kant is wat korter. De achterkant is ook lekker kort. Ik ga die laten zien. Ik ben er heel blij mee. Oh, het is zondag. Ik ben net wakker. Ik heb op zich... Mijn make-up zit trouwens nog echt overal. Ik heb op zich prima geslapen. Ik ben om 12:30 gaan slapen. En de klok ging natuurlijk een uur vooruit. Dus was het eigenlijk 2:30. Mijn telefoon pakken. Ik heb mijn witte hoesje er weer omgedaan. En ik heb gisteravond mijn achtergrond veranderd, want ik zag dat Brooklyn van Roadtrip foto's had geplaatst op zijn Insta. En toen zag ik dus onder andere deze foto. En toen dacht ik, oh my god, die moet ik als achtergrond hebben. Ik moet heel nog plassen, dus dat ga ik doen. En daarna ga ik even lekker op mijn gemak een kop koffie drinken, want de afgelopen paar dagen zijn behoorlijk hectisch geweest. Dus even een relax dagje vandaag. Ik heb al bezoek. Hey Rio. Ja jongens, mijn koffie staat klaar. Ik ga even de tv aanzetten. Iedereen schijnt hier volgens mij nog niet helemaal wakker te zijn of zo. Ik heb geen idee. Ik zie hier niemand. De tv aan, want ik ga even lekker een YouTube video aanzetten. Een nagelvel pakken, want ik heb gisteren mijn nagel gebroken op stage. Dus nu zit er een hele haak aan die nagel. Dat is echt heel erg irritant. Dat maar even goed doen. Oh jongens. Ik hoorde me het zelf donderdag nog zeggen. Oh, het wordt een eendaagse vlog. Ja. Niet dus. Maar goed. Kijk, Muisje komt ook al kijken. Goedemorgen Muisje. Goedemorgen wijfie. Hallo. Oh jongens. Ik ben echt kapot. Vrijdagavond een hele drukke, hectische avonddienst gehad. Zaterdag, gisteren dus tenminste, mega rumoerige avonddienst gehad. Met mensen die naar bed wilden. Nou, vandaag vrij en morgen weer een dagdienst. Oh, maar ik ben meer van de dagdienst, omdat ik meer een ochtendpersoon dan een avondpersoon ben. Ik ben s'avonds heel snel moe. Ik weet dat ik vroeger het andere heb gezegd in de Q&A, maar... De laatste tijd begin ik echt ochtendmens te worden, want ja, je moet toch vroeg op met stage.
Dus het is wel gewoon wennen eraan, dus dat is wel fijn. Dus ja, ik word een ochtendmens. Jippie. Oh, dan zet ik de tv uit. Dat was niet de bedoeling. Dus ja. En dan gaan we hem nu lekker verbinden. Ah, wakker worden, jongens. Goed. Het is tijd om het lekker te gaan eten. En daarna ga ik even naar Zuidplein. Even afspreken met een vriendinnetje, Chantal. Ik heb net even ontbeten. Ik ga even gauw de video editen. Het is een vrij korte video, dus het moet wel snel klaar zijn, hoop ik. En anders heb ik vanavond nog. Ja, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel snel weer bij een nieuwe video.